Voor veel muziekliefhebbers vormt het beluisteren van Bachs Matthäus Passion op Goede Vrijdag een belangrijk moment in het jaar. Nu het niet mogelijk is om een live uitvoering van de gehele Matthäus Passion bij te wonen, willen wij u in het kader van Met Afstand Uw Theater toch een klein moment van troost bieden met een uitvoering van de sopraanaria Aus Liebe will mein Heiland sterben. In deze aria, die zowel muzikaal als theologisch het hart van het werk vormt, horen we hoe de stervende Christus door God is verlaten. Het basso continuo, dat bij Bach altijd de stem van God verbeeldt, zwijgt in dit fragment. We horen uitsluitend twee zuchtende en steunende tenorhobo's die de lijdende Christus verbeelden en de rijke versierde melodie van de fluit die de hang van de mensheid naar wereldlijke zaken van pracht en praal verbeeldt en die als een zware last op de schouders van Christus drukt. De sopraan verduidelijkt dit tafereel. Uit liefde wil mijn heiland sterven, van zonde weet hij niets. U hoort de aria van Bach in een vertolking van sopraan Johannette Zomer en drie muzici van het Orkest van het Oosten en het Gelders Orkest. Fluitiste Carola Licht en de hoboïste Erna de Koning en Sigurd Smit.